Ik ben dus Christian van Extinction Rebellion, actief ook in de Eimond-kwestie, zullen we maar zeggen. Enkele weken geleden heb ik met Sybrand Kooistra een brief geschreven aan de werkers van Tata. Die wil ik eigenlijk aan jullie voordragen als zeg maar openingsbod voor dit gesprek. Eigenlijk de filosofische, maar ook praktische kwestie die op tafel ligt in die brief die we voorleggen, is de vraag van solidariteit en de breedte van die solidariteit. En hoe we die in die breedte van solidariteit elkaar kunnen vinden en vasthouden in de klimaatcrisis. Werkers, activisten, eigenlijk alles wat leeft en hopelijk blijft leven. Dus dat wat ik met jullie gaan doen, ga ik heel saai vanaf de laptop doen. Beste werkers van Tata Steel, deze brief gaat over solidariteit. Solidariteit tussen de vakbond en de klimaatbeweging. Solidariteit met werkers en met alles dat ademt en leeft. Als klimaatactivisten strijden we tegen de ontwrichting van klimaat en milieu. Maar we beseffen dat jullie in een moeilijke positie zitten. De urgentie om onze wereld leefbaar te houden is groot. Tegelijk staan jullie werk en levensonderhoud hiermee nu op gespannen voet. Terwijl de armoede snel toeneemt en de planeet rap warmer wordt, vinden we ons nu tegenover elkaar. Maar dat hoeft niet het geval te zijn. De frictie tussen strijd voor goed werk en strijd voor de levende wereld is niet uniek aan de Eimond. Terwijl vakbond en klimaatbeweging elkaar wereldwijd steeds vaker opzoeken, staan we bij de vervuilende industrie ook steeds vaker tegenover elkaar. Daarom is de vraag des te prangender of we invulling kunnen geven aan een solidariteit die onze deelbelangen overstijgt. Kunnen we ons samen sterk maken voor klimaat, voor leefomgeving en voor goed werk? Als wij hier uitkomen, kunnen we een inspirerend voorbeeld zijn voor de rest van de wereld. Zo niet, dan blijven we onderdeel van een verbeterde strijd op een doodlopende weg. De toenemende druk vanuit de omwonenden en de klimaatbeweging op Tata Steel voelt als een aanval op jullie. En dat begrijpen we. Het gaat over jullie bestaanszekerheid en die van collega's waar jullie vaak al jaren mee optrekken. Jullie delen een geschiedenis, ervaringen, een werkcultuur. Jullie zijn trots op jullie bijdrage aan een bedrijf dat zo'n belangrijk product als staal maakt. Deels ook voor Nederland. En dat schept allemaal sterke banden. De solidariteit tussen werkers in de Eimond is ook al een eeuw oud, zoals we hier weten. Er zijn weinig bedrijven in Nederland waar de vakbond zo sterk is als bij de voormalige hoofdovens. We waarderen deze strijd voor betere werkomstandigheden en hopen dat de vele nieuwe vakbondsleden die er in het land de afgelopen maanden zijn bijgekomen, daar ook inspiratie uit kunnen putten. Maar onze dringende vraag is waar die solidariteit eindigt. In 2020 hebben jullie bijna een maand lang gestaakt om banen te behouden en de staalfabriek te verduurzamen. Daaruit werd het plan Groen Staal geboren. Het plan was om de meeste vervuilende fabrieken versneld te sluiten en daarmee binnen enkele jaren over te stappen naar staal geproduceerd op waterstof. Bij de presentatie van het plan sprak de vakbond over een keuze die zowel goed is voor het klimaat en de omgeving als voor de werkgelegenheid. Maar nu het stof van het plan is neergedaald, blijkt dat er vooral tijd is gekocht. Zo blijkt het pad naar verduurzaming bijzonder rekbaar. De glooiende lijn die het plan schetst, houdt vast aan behoud van zowel banen als winsten. Gevolgd door een groene fabriek, ergens in de 2030er jaren. Dit is volledig in lijn met de wens van de directie, die met stijgende kosten van uitstootrechten in het verschiet haar businessmodel ziet smelten voor de komende decennia. En zo plaatst de uitvoering van het plan de werkers in hetzelfde schuitje als de directie. Behoud van werk en winst, terwijl schade en kosten van een onzeker plan nog jaren bij anderen gelegd worden. En dan hebben we het nog niet gehad over de doelstelling van Nederland-Europa om in 2050 circulair te produceren. Hebben we tegen die tijd nog nieuw staal nodig? De vraag die dus rijst is, wie wordt hier precies beter van? Wat ons betreft zijn ook jullie dus, werkers van Tata, slachtoffer van greenwashing van een groot bedrijf. Dat schone sier maakt, maar de uitvoering laat schieten. Vertraging steekt de kop op en de vieze productie dendert voort. In het plan staat ook niets over de kosten. Terwijl Tata sinds 2007 20 miljard aan vrijwel onbelaste winst terug heeft gesluist naar India, lobbyen vakbond en directie nu samen in Den Haag om de kosten van groen staal zoveel mogelijk op de burger te verhalen. Alleen al de kosten voor een nieuwe fabriek worden door het planbureau voor de leefomgeving geschat op 6,5 miljard.
kosten voor de aanleg van de waterstofinfrastructuur, die anders ongeveer 1,5 miljoen huishoudens van elektriciteit zou voorzien. En de miljarden aan fossiele subsidies in de transitieperiode zijn daarin niet meegenomen. Nou, als klimaatactivist zie ik dat de snelheid en intensiteit waarmee klimaatverandering om zich heen grijpt, haast niet te bevatten is. Voor velen is dit reden om liever weg te kijken, de nadruk te leggen op hoopvolle berichten of de boodschappers aan te vallen. Aan de feiten valt echter niet te ontkomen. Met het huidige tempo van klimaatverandering en verlies van ecosystemen is over 25 jaar de helft van de planeet onleefbaar. Aan het einde van deze eeuw ligt een wereld van gemiddeld 2,5 tot 4 graden verhitting in het verschiet. En die stijging is, zo is de wetenschappelijke consensus, veel groter dan ons maatschappelijk vermogen om ons aan te passen. Laat staan dat van ecosystemen en andere levende structuren. En ook de economie en daarmee dus onze bestaanszekerheid zal onvoorstelbare averij oplopen. Zelfs vanuit een kapitalistisch perspectief kunnen we inmiddels constateren dat meer dan de helft van alle beurswaarde op de wereld gefundeerd is op gezonde en functionerende ecosystemen. Alles staat op het spel en daarom is de druk gigantisch op alles wat verdere schade berokkent. Als we vandaag 8 mensen neerschieten en morgen 7, dan is dat nog steeds moord. Tata Steel is een van de meest vervuilende staalfabrieken in Europa en stoot zo'n 10% van de CO2 van Nederland uit. Meer dan 12,5 miljoen ton. Om nog maar te zwijgen over de stikstofuitstoot, het waterverbruik en uiteraard daarnaast een heel belangrijk de kankerverwekkende uitstoot die omwonenden ziek maakt, onzeker maakt, onveilig maakt. En dat terwijl 85% van de productie bestemd is voor export. Meer dan enig ander bedrijf in Nederland is dan ook de vraag terecht of de schade aan mens en milieu de werkgelegenheid waard is. Wat mag een baan kosten? Dat plan Groen Staal, waar in 2020 zo hard voor is gestaakt, ging op papier uit van verduurzaming en werkverschaffing. Volgens het plan zou Tata in 2030 de CO2-reductie in lijn brengen met het Parijsakkoord. In 2025 zou de meest vervuilende fabrieksonderdelen, de kooksgasfabriek 2, sluiten. Maar sinds eind vorig jaar verzet de vakbond zich tegen een vervroegde sluiting van die kooksgasfabriek. Volgens experts is de voorgenomen CO2-reductie voor 2030 bij lange niet haalbaar. En ook de elektriciteitsvoorziening die uit groene waterstof zou moeten komen is zeer kwestieus. Maar stel nou dat dit, wonder boven wonder, lukt en dat marketingbrochure en de mooie plannen allemaal werkelijkheid worden. Dan nog is het prijskaartje gigantisch. Na 7 jaar Tata Steel staat gelijk aan nog 7 jaar 12,6 miljoen ton uitstoot. Wat volgens een analyse van de Universiteit van Cambridge gelijk staat aan alleen al 20.000 hittedoden. Nog los van de overstromingen, de hongersnoden en alles wat volgt uit die verwarming. Dat zijn 8 mensen per dag dat de fabriek operationeel is. Dit is een ongemakkelijke waarheid, maar denk ik de centrale waarheid die we in de ogen moeten kijken. Het behoud van jouw huidige baan zal levens kosten. In principe zijn we het dus met elkaar eens. De leefomgeving en milieu moeten niet lijden onder de activiteiten van Tata Steel. Jullie willen bestaanszekerheid en wij levenszekerheid. En daar zit een vervuilende industrie tussen. We zien dus vanuit een brede solidariteit delen we dezelfde vijand. De directies van grote bedrijven die mensen en milieu uitbuiten en het klimaat verzieken. De 30 grootste bedrijven van Nederland hebben vorig jaar 38 keer zoveel CO2 uitgestoten als alle burgers bij elkaar. Daarmee hebben ze honderden miljarden winst gemaakt, die gepaard gingen met stijgende inflatie, toenemende armoede en een gestage opwarming van de planeet. Om nog maar te zwijgen over de existentiële risico's van planetaire kantelpunten waar we nu met man en macht tegenaan drukken. Het huidige tempo van verduurzaming in Nederland, op jaarbasis ongeveer 1,4% verlaging van de CO2, zou nog ongeveer 100 jaar duren om de klimaatdoelen te halen en klimaatneutraliteit te bereiken. Om binnen de veilige grenzen van 1,5 graad te blijven, moeten we 10% met de CO2-uitstoot per jaar maken. We moeten dus 7 keer sneller omschakelen om kans te maken van 50% op een veilige toekomst. Hoeveel mensen hier zouden hun kind in een vliegtuig stoppen wat 50% kans zou hebben op een veilige bestemming.
De transitie gaat zo langzaam omdat ons nationale beleid uitgaat van groene groei, waarbij technologische innovaties ervoor zouden moeten zorgen dat de economie niet hoeft te krimpen. Die glooiende lijn van de smooth transition, waar alles behouden kan blijven, inclusief de toekomst. Het klinkt te mooi om waar te zijn. De wetenschap stelt dan ook dat we die tijd simpelweg niet hebben. En toch vormt dit wensdenken ook de kern van het plan Groenstaal. Ooit zal het bedrijf groen zijn, in het beste scenario ergens rond 2030, als alles meezit. Ook al is het dan al te laat. Experts zijn dan ook bijna unaniem in hun stelling dat de fossiele industrie en zwaar vervuilende industrieën in zeer rap tempo moeten krimpen, afbouwen, sluiten. En die noodzaak tot krimp leidt er op steeds meer plekken toe dat dus de klimaatbeweging en de werkers tegenover elkaar staan. We weten dit in Duitsland met de grote acties sinds 2015 van Einde Verhaal of Ende Gelände, waar de 30.000 kolenwerkers inmiddels eigenlijk in twee vakbonden zijn opgebroken. De ene die akkoord is met de versnelde koolstofuitstoot, terwijl de andere zich verzet tegen de transitie en zelfs openlijk twijfelt aan klimaatverandering en wetenschap. En dit is een punt wat ik echt wil onderstrepen, de vraag wat de democratie waard is als we de feiten niet meer samen onder ogen kunnen komen. En in hoeverre dat ook in de kwestie Tata speelt. Ook in Nederland hebben we gezien wat deze face-off kan betekenen bij VDL Netcar, het zuiden des lands. Toen klimaatactivisten in bomen klommen om een bos te beschermen, wat later gekapt is, terwijl nu nog steeds de fundamentele onzekerheid over die baan de kop opsteekt. Iedereen heeft verloren. We kunnen uiteraard niet geheel zonder staal en we moeten onze problemen ook niet verplaatsen naar het buitenland en doen alsof daarmee alles zomaar is opgelost. Maar is Tata Steel onmisbaar? Ik denk van niet. Er zijn ongeveer 150 staalfabrieken in Europa. En ze zijn vrijwel allemaal schoner en draaien allemaal gezamenlijk op ongeveer 2/3 capaciteit. Wat Tata hier dus niet produceert, wordt elders schoner geproduceerd. Op Europees niveau, benadruk ik. Dat leidt dus niet tot een export van problemen, maar juist tot een vermindering van de CO2-uitstoot. Bovendien zijn de meeste van die fabrieken niet zo dicht op dichtbevolkte gebieden gebouwd. In een straal van 25 kilometer rond Tata wonen 2 miljoen mensen. Uit een recent arbeidsonderzoek dat de Intelligence Group heeft uitgevoerd in opdracht van Urgenda en Greenpeace, blijkt een uitweg. Dit onderzoek laat zien dat er voor alle medewerkers van Tata Steel minimaal 3 vacatures voor een vergelijkbare baan beschikbaar zijn in de Eemond-regio, ook voor werkers van 50 jaar en ouder. Vaak gaat het dan om banen in de energietransitie. Dat is een win-win situatie, want dit zijn banen waar je minder ziek van wordt, banen waar omwonenden niet langer ziek van worden en banen waar de toekomst niet door wordt afgebroken. Het is natuurlijk de vraag hoeveel van die banen ook een 25% bonus van de jaarwinsten van het bedrijf zullen uitkeren aan de werkers. Maar dat laten we terzijde. De vraag is, weegt die baan die je nu hebt op tegen die kankerverwekkende uitstoot? Je eigen gezondheid, die van je medebewoners en die van de levende wereld. Vandaar een oproep voor brede solidariteit. Tot besluit. Dit is de keuze die denk ik ons in deze casus voor ligt, maar ook veel breder. Veilig voelt voor je recht op de baan die je nu hebt, wat voor gevolgen die ook berokkent. In feite met de wetenschap dat je de wereld onherroepelijk viezer, onveiliger en ongezonder maakt. Of kies je ervoor om de moed te verzamelen en die brede solidariteit te omarmen met alles dat leeft. Dat brengt onzekerheid van een nieuwe baan en een nieuwe werkelijkheid met zich mee. Zeker, dat moeten we met elkaar zien en steunen. Daartegenover staat de beloning van betekenisvol werk, een gezonde leefomgeving. Een keuze om niet langer deel te zijn van het probleem, maar van de oplossing. Een keuze die wij denken en vertrouwen de samenleving met open armen zal ontvangen. Maar die stap is toch in de eerste plek aan de werker. Ik ken maar enkele van jullie, van hen. En toch is het een vraag die nu gesteld wordt. Word een deel van de oplossing en steun de sluiting van Tata. Maak de sprong naar een groene baan. En we denken ook fundamenteel dat dat de taak en de opdracht is nu voor de vakbond. Om die overstap te begeleiden. De vervuilende industrie moet sluiten. We kunnen niet mensen blijven kapotknallen. Maar we vragen die steun niet en die solidariteit zonder die ook te bieden. En met elkaar te vechten voor groene en goede banen. En zodat jullie werkgever en overheid ook garant staan voor de zekerheid van die overstap. Deze tijd vraagt om een nieuwe solidariteit waarin we samen strijden voor een leefbare toekomst. Nederland heeft geen 9000 staalwerkers meer nodig. Maar wel 9000 klimaathelden.
Samen is er een wereld te winnen. Dank jullie. Allemaal, ja, welkom. Mijn naam is Gian Lassin. Ik ben vakbondsbestuurder FNV Tata Steel sinds 2 jaar. De brief die Chris net voorlas, die heb ik eerder gezien uiteraard. Chris heb ik ook eerder meerdere malen gesproken rondom Tata Steel, de hoogovens, de situatie nu en onhoudbare situatie nu en de toekomst, perspectieven daarin. Ik ga niet reageren op de brief. Want de reactie op de brief, die staat ook op dezelfde website, namelijk op Joop, vanuit Sinta Groos, een van de medewerkers van Tata Steel. Die eigenlijk begint met een stelling, namelijk dat in de brief wordt gesteld dat de wereld 9000 klimaathelden nodig heeft. Ik denk dat ik even van daaruit wil starten, want zoals net ook Chris al aangaf, 2 jaar geleden hebben de medewerkers van Tata Steel namelijk al die zekerheid die ze nu hebben eigenlijk al opzij geschoven door aan te geven bij het bedrijf dat het bedrijf in haar huidige vorm geen bestaansrecht meer heeft. Dus ook hun banen geen bestaansrecht meer hebben als Tata Steel blijft produceren, doorgaan zoals ze al 104 jaar doen. Ja, daar is inderdaad 24 dagen voor gestaakt vanuit de werkvloer. Om ervoor te zorgen dat het plan wat Tata Steel zelf had, namelijk niks veranderen aan het productieproces, maar de uitstoot, de CO2-uitstoot, op te vangen en onder lege gasvelden onder de Noordzee te stoppen, dus letterlijk onder het tapijt te schuiven, dat geen toekomstbestendig scenario was. Nou, daar hebben ze voor gestaakt. Bij de vakbond zijn we gewend dat je gaat staken omdat je er niet uitkomt als het gaat om een CAO. Of een reorganisatie, of onrecht wat je als werkvloer wordt aangedaan. Dit was een ander soort staking. Naar mijn mening is dat ook de start geweest van eigenlijk inderdaad de transitie van de werkvloer van medewerkers naar medewerkers die de verduurzaming en eigenlijk belangen van meerdere groepen in een plan heeft gegoten, namelijk het plan Groen Staal. Het plan Groen Staal is gebaseerd op een visie van de Stichting Zeester. Wetenschappers, oud-directieleden, oud-vakbondsmensen die eigenlijk met elkaar zich hebben gebogen over toekomstscenario's van het staalbedrijf, voor het staalbedrijf. En eigenlijk de tussenstappen hebben willen overslaan en direct doorgaan naar een groene staalproductie. Proces groen staal op basis van groene waterstof. Daar is dus voor eigenlijk actie gevoerd. 24 dagen lang is er voor gestaakt. Er is continu druk vanuit de werkvloer geweest samen met de ondernemingsraad om ervoor te zorgen dat het bedrijf zou gaan afstappen van haar eigen plannen daarin. Dat is ongeveer 1,5 jaar geleden gelukt. Groot nieuws. Het bedrijf is omgegaan. Ik wil dat ook heel erg benadrukken, omdat het af en toe lijkt, hè, de term vanuit Chris werd ook net genoemd, greenwashing of het marketingverhaal. Nee, dit is echt het plan vanuit de werkvloer geweest. Dit is niet het plan vanuit de directie van Tata Steel geweest. Want met dit plan komt ontzettend veel onzekerheid voor de aandeelhouder, ontzettend veel investeringen die gedaan moeten worden en het moet allemaal in rap tempo. Dat laatste, helaas zitten we daar nu dus middenin. En het thema van vandaag, nationaliseren of sluiten, daar wil ik nog straks ook op reageren. Of daar inderdaad ook in de tijdspaden daar dan iets in kan gebeuren. We zitten eigenlijk in een fase dat 1,5 jaar geleden dus het plan omarmd is door de directie. We hebben net voor de omarming geëist, na de stakingen, dat er onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd zou worden over de 2 scenario's. Namelijk plan directie Tata Steel en plan Groen Staal. Om eigenlijk de directie te overtuigen en daarmee dus ook onze overheid. Dat het plan Groen Staal wel degelijk haalbaar is. En wel degelijk levensvatbaar is en toekomstbestendig is. Dat is gebeurd, het onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek. Daaruit kwam dat het technisch en economisch haalbaar is.
Maar dat er een aantal voorwaarden zijn, die waar ook de overheid een belangrijke rol in speelt. Daar kom ik zo op terug. En eigenlijk heeft dat onderzoek ons ook geholpen om eigenlijk de directie te overtuigen van het feit dat ze dus inderdaad nu die keuze moeten maken. Nou, die keuze is gemaakt 1,5 jaar geleden. Met ook trouwens steun vanuit verschillende milieugroepen, onder andere Greenpeace, Milieudefensie. Die hebben eigenlijk op dat moment ons plan Groen Staal ook gesteund met een brief richting de overheid. Om ervoor te zorgen dat ook vanuit daar de juiste druk werd opgevoerd. En met eigenlijk de omgeving, klimaatbewegingen, de vakbond en de werkvloer hebben we eigenlijk ervoor gezorgd dat het plan Groen Staal centraal kwam te staan in de toekomst van Tata Steel. Nu, 1,5 jaar later, waar staan we nu? Want ik ben het helemaal eens met Chris in die zin dat wij met z'n allen geen tijd meer hebben om te wachten op uitvoering van mooie plannen, maar dat dat eigenlijk vandaag al moet gebeuren. Daarvoor hebben wij ook de druk bij het bedrijf en bij de overheid dusdanig opgevoerd dat we ook vorig jaar nog met 500 medewerkers van Tata Steel eind vorig jaar tijdens voorafgaand aan het Tweede Kamerdebat over Tata Steel daar met groene scheppen eigenlijk het signaal hebben afgegeven van vandaag moet die schep de grond in. Want we hebben geen tijd met elkaar om hier over te debatteren over de technische details. Dat moet allemaal nu gaan beginnen. Zodat je weet dat je voor 2030, ruim voor 2030, de nieuwe fabriek hebt gebouwd. En versneld, nogmaals ben ik helemaal eens met Chris. En versneld de meest vervuilende fabrieken van de huidige plant ook kan sluiten. En nee, wij verweren ons absoluut niet op een versnelde, vervroegde sluiting van de meest vervuilende fabrieken nu. Maar dat moet wel met een plan gebeuren. Dat moet ervoor zorgen dat we juist niet, doordat we nu die fabrieken morgen sluiten of gisteren, dat eigenlijk het groen staalplan of het verduurzamen van Tata Steel eigenlijk bij voorbaat niet meer kan. Nou, dat willen we niet. We willen dus dat staalbedrijf, overheid en alle belanghebbende partijen daarbij dus goede afspraken hebben en een goed perspectief hebben gezamenlijk. Ja, dat is waar we nu zitten. Dat is waar wij continu druk op voeren, dat er definitieve afspraken komen. Afspraken die ook, als ze niet uitgevoerd worden, ook gedwongen kunnen worden dat ze wel uitgevoerd worden in een tijdsbestek dat voor iedereen perspectief biedt. Dus ook voor de omgeving, want die spreken wij uiteraard ook. Sterker nog, de 9000 man die hier werken bij Tata Steel, die wonen er ook. Dat zijn ook bewoners van hetzelfde gebied. En die maken ze dus ook zorgen om de leefomgeving, om de toekomstbestendigheid, om de gezondheid en de zorgen daarover. Want zij krijgen natuurlijk elke dag in hun privéleven daar ook mee te maken. In gesprekken, verjaardagsfeesten, op een terrasje enzovoorts enzovoorts. Het is ook de reden waarom denk ik 9000, denk bij alle 9000 mensen die werkzaam zijn binnen het bedrijf, nog vol gaan voor het groen staalplan. In plaats van zich te verweren dat we moeten blijven doen wat we nu aan het doen zijn. Ik heb nog geen enkele werknemer van Tata gehoord die zegt, joh, het is allemaal prima, laat het zoals het is en we gaan verder, vrolijk verder. Dat heb ik totaal niet binnen het bedrijf. Nu is zaak om ervoor te zorgen dat we ook daadwerkelijke afspraken hebben waar iedereen wat mee kan. En die fase leven we nu. En dan komen we ook bij de rol bijvoorbeeld van de overheid, hè, nationaliseren of sluiten. Helaas heb ik gemerkt dat de 1,5 jaar die nu verstreken is na het omarmen van het plan Groen Staal. Ik heb nog 3 minuten, dat staat er op die briefjes trouwens. dat we nu eigenlijk zo in een fase verkeren dat overheid, Tata Steel, andere partijen al 1,5 jaar praten over plannen in plaats van uitvoeren van plannen. En dat is dus 1,5 jaar die wij nu gemist hebben in het perspectief die wij met het plan Groen Staal, onder andere 2025 sluiting inderdaad, van de meest vervuilende bedrijven, de kooks- en gasfabriek in het bijzonder, dat we daar dus nu 1,5 jaar verder zijn en daar nog geen concrete stap in hebben kunnen zetten. Dus als je mij vraagt persoonlijk, en dan kom ik terug op het thema nationaliseren of sluiten, weet ik niet of ik heel enthousiast word van het nationaliseren van een staalbedrijf die dus nu moet verduurzamen, nu moet vergroenen en waar de overheid ook in deze rol een enorm belangrijke rol in heeft, niet levert wat het hoort te leveren,
dus geen klimaatvisie heeft, geen industriebeleidsvisie heeft, die dus inderdaad ook te maken heeft met de deadlines die we hebben. 2030 is een deadline op papier, maar Chris gaf het al aan, we hebben eigenlijk geen dag te verliezen. En die urgentie, die zie ik niet terug. Dus dat, ik denk niet dat we met het nationaliseren van de hoogovens direct dit probleem hebben getackeld. Hou ik hem even hierop, voordat ik nog een briefje krijg. De briefjes zijn goed bedoeld. I know. Dankjewel, allebei. Ik probeer erop te reageren wat jullie hebben gezegd, maar ik heb ook wat zelf voorbereid, dus daar ga ik eerst doorheen. Voordat ik het eigenlijk wilde hebben over Tata Steel, wilde ik eigenlijk eerst een uitstapje maken naar theorie. Omdat ik het heel erg toepasselijk vond voor de discussie die we rond Tata Steel hebben. En dat komt vanuit het boek van Matthew T. Huber, Climate Change as Class War. Omdat ik denk dat de klasseanalyse die hij schetst over de stand van de klimaatbeweging gewoon heel erg aansluit bij de discussie die we voeren rond Tata Steel. En hij stelt namelijk dat de klimaatbeweging er op het moment niet in sluit om aansluiting te vinden bij een bredere laag van de samenleving, namelijk de werkende klasse. En dit komt doordat ze gedomineerd worden door een bepaald type van de werkende klasse. De klimaatbeweging bestaat voornamelijk uit mensen vanuit de professionele klasse, zo genoemd. En onder de professionele klasse, dat is eigenlijk een soort subcategorie binnen de werkende klasse. Maar het is een klasse die een relatieve vorm van autonomie in het werk heeft. En vaak ook veel verder hun werk uitvoert dan daadwerkelijke productie plaatsvindt. Dus bijvoorbeeld binnen kennis en onderwijs, veel studenten, NGO's, etc. Dus mensen die echt binnen de ideeënwereld opereren. En zoals veel Marxisten, en Huber dus ook, vertrekt hij vanuit een materiële analyse. En dat houdt eigenlijk in dat je een analyse maakt op basis van de klassepositie waarin mensen zich bevinden. Dus dat de materiële omstandigheden en de klassepositie het denkbeeld van mensen vormen. Dat zie je dus bij kapitalisten en arbeiders die bepaalde belangen hebben en daar dan voor strijden. Maar dus ook binnen de professionele klasse. En omdat zij voornamelijk vertrekt vanuit de ideeënwereld, zijn de dominante strategieën die leidend zijn binnen de klimaatbeweging ook vertrokken vanuit dat gegeven. En het grootste probleem wordt namelijk vaak gezien binnen de klimaatbeweging dat er, dat er niet genoeg mensen geloven in de ernst en de urgentie van de klimaatcrisis. En dat het belangrijkste zou zijn dat enorm veel mensen in opstand komen en zich achter de klimaatacties schaden en dat we zo de overheid onder druk kunnen zetten en verandering kunnen afdwingen. En je ziet dus dat er heel vaak een idee wordt gepropageerd en daar heel veel mensen omheen proberen worden te verzameld. En een van de belangrijkste elementen binnen die strategie is dus een heel erg focus op bijvoorbeeld de wetenschap en mensen proberen te overtuigen met argumenten en massademonstraties en acties op te zetten. Dat is enerzijds het effect, maar voor de rest stelt Huber ook nog dat deze klasse ook een bepaald vorm van schaamte ervaart over de relatieve welvaart die er binnen de samenleving en hun positie wordt gevoeld. En dat het daardoor aantrekkelijk wordt om strategieën rondom consuminderen of bijvoorbeeld degrowth, dat die een aansluiting vinden bij deze groep die dominant is in de klimaatbeweging. Maar het voorstel om het minder te leven is eigenlijk niet aantrekkelijk voor het grootste gedeelte van de Nederlanders en de werkende klasse, die steeds moeilijker rondkomen en die wel in precaire omstandigheden verkeren. Volgend jaar zouden er bijvoorbeeld meer dan 1 miljoen Nederlanders onder de armoedegrens leven. En 6 op de 10 huishoudens komt sinds 2022 moeilijk tot niet rond. Dus het is niet zo dat het overgrote deel van de Nederlanders het goed heeft en dat we het met minder zouden moeten kunnen doen. Dat is niet een eis die aansluit bij wat veel mensen ervaren, denk ik. En ik denk dat je wat hij schetst ook in brede lijnen ziet terugkomen binnen de tactieken die er nu worden gebruikt binnen de klimaatbeweging, maar ook heel specifiek rond Tata Steel.
Ik denk ook dat de eis vanuit de klimaatbeweging legitiem is. Dat de top van Tata namelijk liegt over hun uitstoot, belastinggeld misbruikt om hun verantwoordelijkheden te ontlopen, et cetera. Maar de eis die er vervolgens dan wordt gesteld sluit volgens mij niet aan bij de materiële belangen van de werkenden van Tata. Er is vooral vertrokken weer vanuit een urgentie om te handelen. En hier proberen zoveel mogelijk support rond te genereren. Namelijk dus de oproep om om delen ervan te sluiten. Het is een enorm gemis dat er binnen die acties, dus ook bijvoorbeeld de actie van Greenpeace, niet samen is opgetrokken met werknemers van Tata, omwonenden en activisten, om samen ook te vertrekken vanuit een soort gedeeld belang. Maar er is enkel alleen vertrokken vanuit een soort van gevoel voor urgentie en het handelen daarop. En ik ben het heel erg eens met Huber die zegt dat we meer moeten vertrekken vanuit de belangen van de overgrote meerderheid, namelijk de werkende klasse, en te strijden voor concrete verbeteringen voor zowel de werkende klasse als het klimaat. Dus verbeteringen die niet per se gericht zijn, die niet gericht zijn op een politiek van minder, een consuminderen, maar van meer. Zoals dus grootschalige investeringen in het openbaar vervoer en de verduurzaming van vervuilende sectoren en het creëren van klimaatbanen. Rond Tata Steel zou dat dus betekenen dat deze groepen veel meer vertrekken vanuit een gedeeld belang om tot een duurzame staalproductie te komen die in publieke handen is. In plaats van dat er al een eis vooraf wordt bepaald door één bepaalde groep. Ik begrijp ook dat er gezegd wordt dat groen staal niet snel genoeg gaat en dat de overheid daar niet snel genoeg op handelt. Dat is volgens mij ook waar. En ook al is het inderdaad met heel veel moeite afgedwongen door mensen binnen Tata Steel zelf, heeft de directie en de overheid geen haast met het daadwerkelijk navolgen van het beleid. En dat is ook helemaal logisch, want de belangen van de top en de werkenden van Tata zijn gewoon niet hetzelfde. De directie doet er alles aan om de winsten veilig te stellen en hun verantwoordelijkheden te ontlopen. En ja, om het bedrijf te vergroenen zijn miljarden nodig. En verschillende milieuorganisaties hebben dus ook benadrukt dat een staatsbijdrage alleen gegeven zou kunnen worden onder hele strenge voorwaarden. En dat zou betekenen dat de top niet de regie zou moeten krijgen over die transitie. Het bedrijf zou dus niet genationaliseerd, maar onteigend worden. En zou daarvoor geen compensatie voor moeten krijgen. En om de klimaatcrisis te stoppen is dit niet alleen bij Tata Steel nodig, maar ook bij andere grote vervuilers, is dat deze vervuilers onder democratische controle komen te staan. En niet van de staat, maar van de mensen die er werken, de omwonenden en de mensen die niet winst, maar het publieke belang dienen. En ik denk ook dat we het niet alleen met Tata Steel, met de vakbond alleen kunnen oplossen, want we moeten ook realiseren dat de vakbond vaak ook een dubbele pet heeft. Als mediator tussen arbeiders en top proberen zij concessies te maken. En dit kan ook het handelen heel erg beïnvloeden. Dat hebben we wel eerder gezien. En dat er vaak als arbeiders verder willen gaan, dat er wordt afgeremd vanuit de vakbond. En er vaak ook solidariteit onderling tussen activisten en werkenden ook vaak wordt afgeremd. Dus ik denk dat we niet alleen komen met vakbond alleen. En ik denk dus ook niet dat het alleen een issue is voor werknemers van Tata, maar dat we elkaar heel erg nodig hebben als klimaatactivisten en vakbeweging. En we hebben elkaar nodig om tot een rechtvaardig beleid te komen dat verder duwt dan alleen wat we nu hebben. En ik denk dat we daarom samen een lijn moeten zetten in het zand en eisen dat Tata verduurzaamt en hele harde voorwaarden moeten stellen waaronder dit gebeurt. Ik denk namelijk ook dat deze discussie te weinig gaat over waar het volgens mij echt om zou moeten gaan. Namelijk hoe we meer controle kunnen krijgen en eigenaarschap over hetgene wat we produceren. Meer controle over onze eigen leefomgeving en hoe we daar zelf invulling in kunnen geven. Want zoals ik al zei, de directie en de staat hebben hele andere belangen. Ze beschermen alleen de belangen van het fossiel kapitaal die erop gericht is om winst te maximaliseren. En alleen mensen uit de werkende klasse, en dan bedoel ik dus werkers, klimaatactivisten en omwonenden, hebben een publiek belang. Dus we zouden veel meer een discussie moeten hebben over hoe we meer controle krijgen over wat we produceren. En hoe we daar komen. Dus ik denk niet per se dat groen staal het einddoel zou moeten zijn.
maar meer een middel dat we zouden kunnen gebruiken om meer eigenaarschap te kunnen krijgen. Ja, waarin we komen tot een situatie waarin we niet meer voor winst produceren, maar naar behoeften. Dus om ook terug te blikken op de titel van de meeting, nationaliseren, onteigenen of sluiten. Ja, ik ben dus niet voor sluiten, maar dat we het samenwerken om wel tot die onteigening te komen eigenlijk.